Ik ben Conrad Macestio, ik ben zenbeoefenaar, nu al 27 jaar bijna. Ik ben ondertussen daar leraar in geworden en ik leid een groep in Halle, een groep van beoefenaars. Maar ik ben ook leraar in het onderwijs, in het klassiek onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. Ik ben leraar audiovisuele vorming aan de Kunstmaniora in Antwerpen. Gratis gaat werken, alleen je betaalt wel een sandwich of zo of een koffie aan hem, maar wanneer ik met jongeren bezig ben, ben ik natuurlijk niet over de Dharma bezig, ben ik niet over meditatie bezig, ben ik niet over de Boeddha bezig. De opdracht is een begeleiding. Maar de begeleiding in de zen is eigenlijk hetzelfde. Je begeleidt mensen op een terrein die ze aan het verkennen zijn. Wees aandachtig. Laat je niet afleiden door de gedachten die opkomen, herinneringen, verlangens. De blik is breed open, net als de geest. Nee, boeddhisme is geen religie in de betekenis van een systeem waar een godsfiguur aanwezig is, die, met allemaal verhalen rond over schepping en dat soort zaken. Dus dat heeft het allemaal niet. Dus als ik zeg, boeddhisme is een manier om naar zichzelf te kijken en naar de wereld, dan ervaar je, merk je, dat er een hele grote verbondenheid is. Alles is met elkaar in relatie. En dan is het woord religie in die context een mooi woord, omdat het gaat over de verbinding tussen de mensen. Mijn droom, zal ik maar zeggen, is effectief een community te stichten. We noemen dat tempels, dat is in onze jargon. En die bestaan al in Frankrijk en Duitsland, zijn er zo'n plaats, maar in België nog niet. Alleszins niet wat onze zen-traditie betreft, hebben we dat nog niet. En ik ga proberen mijn schouders daaronder te zetten om daar te waar te maken en we zullen zien. Ja, ik weet niet of het gaat lukken, misschien moeten we binnen 20 jaar nog eens afspreken. Dan zien we verder.